En we gaan doen alsof ze voor het eerst helemaal alleen boodschappen gaat doen. Hallo, goedemorgen! Het is woensdag en we beginnen de dag met een... ratslag! Woehoe! Wow! En straks ga ik even sporten en dan eventjes boodschappen doen langs de markt. En dan gaan we meteen mijn slijm kopen, toch? Ja, Yoda wil slijm. Nou, dus dat gaan we doen. Gezellig met de meiden, want het is woensdag. Dus we gaan gezellig dingetjes met Yola doen vandaag. En Yola, die mag vanmiddag voor het eerst alleen naar de supermarkt. Maar dan ga ik wel een stukje achter haar fietsen, want het is een soort test. Om te kijken of alles goed gaat. Maar dan moet je wel een stuk achter. Een heel stuk ga ik achter de fietsen. Spannend! Hé? Zo, dat heb ik ook weer gedaan. Alhoewel, ik vandaag eerlijk gezegd weer heel erg twijfelde om te gaan sporten. Weer een beetje misselijk en flauwig was. Ik kan eigenlijk alleen maar aan eten denken en aan koffie die ik niet mag. Maar verder ben ik toch blij dat ik ben gegaan. Ja, je kent het wel. Ik ga deze trouwens even proberen, want die had ik laatst opgestuurd gekregen. En ik ben heel benieuwd hoe die proeft. Speciaal voor na het trainen. Ondersteunt je spieren na het sporten. Nou, dit hebben we nodig. Eens kijken of we een lepeltje kunnen vinden. Oh, super fijn. 35 gram, wat het lepeltje was, in 250 milliliter water. En dan zit je op 7,9 gram suiker en 20 gram eiwitten. Dus dat is nog best oké. En hij is ook echt niet zo, hij proeft niet zo zoet, dus dat vind ik wel echt lekker. Trouwens, ik vind de formaat van dit zakje ook wel handig. Kan je gewoon zo in je tas stoppen en dicht doen. Best wel handig. En ze hebben dus ook flesjes en repen. Nou, het is nog geen uur later of ik heb alweer honger hoor. Ik ga even dit maken. Eten bedoel ik. Ik heb het al gemaakt. Met aardbeien en dingen en granola en yoghurt. Oh, ik zit lekker half te filmen. Nou ben ik normaal niet zo van de make-up adviezen en dingen. Maar ik heb toch echt een mega goede beauty hack voor jullie. Want wat doe je nou als je foundation op is? Nou, dan doe je er een wattenstaafje in. En... dan kan het nog heel lang mee. Handig, hè? Ga je helemaal in dat hoekje daar, hè? Ja, je hebt 1,50 om mee te uit te geven. Hallo. Hallo. Maxime heeft er een tand uit. Laat het zien. Laat het zien. Welke? Oh ja, daarboven. Maxime, zie je? Ik heb een fietsenstalling. Fietsenstalling. Oh ja, zie je? Nee. Wij gaan even de markt op. En dan gaan we op zoek naar slijm, toch? Slijm? Dit is een bucketlist voor ouders. 250 dingen die je met je kind moet hebben gedaan. Oh, grappig. Leuk. Heet smakelijk, bende van ellende. Ah, mijn ouder. Yola die heeft zojuist slijm gekocht van 4 euro. Even serieus. Zonde van je geld, joh. Echt zonde. Volgende keer gaan we gewoon zelf slijm maken. Ja. De volgende keer. Volgende keer. Zo'n grote bol. Als jullie willen dat we zelf slijm gaan maken voor Yola, de YouTube kanaal, geef een duimpje. Ja, echt en heel erg. En als je een duimpje omlaag, dan word je geschorst. Geschorst? Oh ja, dan worden jullie geschorst. Bart is weer terug van zijn lange dag werken als fotomodel voor Holland Casino. Ik snap het, je zou het niet zeggen. Om 2 uur zijn bed uitgegaan. Dus ik ben helemaal kapot. Ik wilde om 7 uur gaan slapen. Maar ik sliep uiteindelijk om 10 uur. 12 uur, sorry. Dat is niet meer dan normaal. Ik heb 2 uurtjes geslapen. Want altijd als je vroeg wil slapen, dan ga je ergens in je ding nog slapen. 2 uur geslapen. Zo, dat is maar 10 uur minder dan normaal. Grapjas. Doei, zie je zo thuis weer. Nou, ik ga dus nu achter Yola aanfietsen. En we gaan doen alsof ze voor het eerst helemaal alleen boodschappen gaat doen. Ze heeft een boodschappenlijstje meegekregen. En ik ga nu achteraan fietsen. Nou, ze loopt nu al 10 minuten rond met alleen kaas in haar mandje. En ik ga weer weg.
heeft ook gewoon nog de deur dicht gedaan. Is alles gelukt? Had je alles gevonden? Ja. Ja? Ik heb een aardbeibabyhapje. Oh, wat lekker. Kijk, ik heb dit er ook maar meegenomen. Nou, prima toch. Prima, schat. Een 30 plus en een bonnetje. Dus, wat ik terugkreeg, ik gaf te veel. Dus toen heb ik teruggekregen. €3,30. Volgende keer zelf doen. Ja. Toch? Nou, ik ga even wat bij elkaar fabriceren voor het avondeten. Ik weet nog niet wat eigenlijk, even kijken wat ik allemaal heb. En ik wil nog wat vertellen. Ik heb namelijk voor het eerst sinds deze dag en gisteren en morgen heb ik echt een beetje het gevoel van, gaat dit wel boeiend zijn genoeg voor een vlog? Wat ik doe vandaag. Want gisteren niet veel boeiend gedaan. Vandaag niet veel boeiend. En morgen weer niet veel boeiend. En dan denk ik, ja, is dit de moeite waard om naar te kijken voor mensen? Maar ja. Ik ga wel gewoon door, want er komen genoeg dagen dat er wel weer leuke dingen zijn. En ja, ik wil het gewoon wel volhouden, die 5 dagen in de week. Want het is wel echt heel erg leuk. Ik krijg heel veel leuke reacties, best wel veel views. Dus ja, why not? En eigenlijk is het ook gewoon een soort dagboek voor mezelf. Dus ik blijf het gewoon volhouden. Ondanks dat ik dus toch wel soms denk van, is dit wel boeiend genoeg? Maar ja, dan weten jullie dat. Benen. Eten. Wat mislukt. Omdat het nog te bevroren was. Oh. Dit is dus een hele goede tip voor mensen die veel pasta eten met pastasaus. En pastasaus, er zit natuurlijk heel veel suiker in en super slecht. Maar ik gebruik altijd gepelde tomaten uit bleek. En als je het vlees of de rest van de groenten gewoon heel erg hebt gekruid en met lekker veel knoflook hebt aangemaakt. En je doet daarna deze gepelde tomaten doorheen. Dan heeft niemand door dat het geen tomatensaus is of pastasaus is. Want het lijkt er heel erg op. En het is echt net zo lekker. Dus veel gezonder. Dus, want er zit veel minder suiker in. Ik was erachter gekomen dat zelfs hier nog een heel klein beetje in zit. Maar dat is echt heel weinig. Vergeleken met die sausen. Daar zit ook heel veel zout in namelijk. Dit is mijn vlog voor vandaag. Ik ben gewoon kapot. Ja, maar wel eerst even een boekje over de tafel. Zwaar leven. Anderhalf uur geslapen vanaf. Nu weet ik hoe Disney zich voelt als ze vroeg op moet om te vliegen. En niet in slaap te komen. Fijne avond mensen.